In New York zijn 10.000 mensen samengekomen. In 70 steden door het hele land gaat het er ook zo aan toe. En ook online wordt er veel over gepost. Misschien heb je dat wel gezien. Sterren zoals Ariana Grande, Billie Eilish en Shawn Mendes zetten er iets over op hun socials. Zij zijn voor abortus en tegen de uitspraak van de rechters. Maar op andere plekken kwamen juist mensen samen die voor de uitspraak van de rechter zijn en tegen abortus. Een abortus is het stoppen van een zwangerschap. Dat kan in principe alleen in het begin van een zwangerschap en wordt dan door een arts gedaan of door middel van medicijnen. Soms zijn vrouwen ongewenst, dus terwijl ze het niet willen, zwanger geraakt. En soms zijn er gezondheidsredenen om een zwangerschap te stoppen. Bijvoorbeeld als de embryo in de buik ziek is of de zwangerschap gevaarlijk is voor de gezondheid van de vrouw zelf. In veel westerse landen is een abortus dan toegestaan, in Nederland ook. En in de Verenigde Staten was dat ook lang zo. Tot deze uitspraak nu van de hoogste rechters van het land. Die hebben besloten dat er niet meer één wet over abortus is voor heel Amerika, maar dat elke staat het zelf mag bepalen. Een aantal staten heeft al wetten klaar liggen. In deze lichtgekleurde staten komen er strengere regels over abortus of wordt het zelfs onmogelijk. Bij de grote demonstraties vinden mensen dat erg. Ze vinden dat vrouwen zelf mogen beslissen over hun eigen lijf. I want nothing more than to be a mother in my lifetime, but I want it to happen on my own terms. And there are many, many women that lost the chance to live a good and thorough and full life because they were forced to have children. Children that they may have grown to love, but children that they didn't necessarily were able to provide for at the time. And so I just think a woman's choice, autonomy, it's all crucial. That's why I'm here. My rights at this point are being taken away. For me to not have that choice anymore is honestly quite infuriating. And the implications that it has on me and the future of this country is quite frightening, to be honest. Maar er zijn ook mensen blij. Zij zijn fel tegen abortus. Veel van hen zeggen dat het niet mag van hun geloof. Ze vinden dat een mensenleven begint vanaf het eerste moment dat een vrouw zwanger is. Dat mag je niet stoppen, zeggen ze. It's been by far the best week of my life. It's just there's now hope for the women and children who have been hurt and killed by abortion. I'm glad that I can be on the second kind of generation that can push this in the 50 states now. President Biden is het niet eens met de uitspraak van de rechters, maar kan er zelf niets aan veranderen. Hij heeft politici die wetten maken opgeroepen om aan een nieuwe landelijke wet te werken.